Welkom bij een nieuwe aflevering van 11 Insiders. We zitten in een mooie ruimte in het fijne AFA-stadion van KV Mechelen eh, voor een gesprek met de middenvelder van KV Mechelen, Geoffrey Hermans. Dag Geoffrey. En Dag. mee aan tafel, Mr. Malinois, mogen we misschien wel een beetje zeggen. Pieten Boer, eh, de man oh, ja. van de kopbal in de Europa Cup winst tegen Ajax Heren. Allebei welkom, kennen jullie elkaar eigenlijk een beetje? We komen elkaar af en toe tegen denk ik op de wedstrijd en zo, en we zeggen altijd vriendelijk dag. En, uh, ik volg hem en hij zal mij minder volgen denk ik op dit moment, maar uh, toffe gast, dus uh, geen probleem. Maar jij kent hem wel van naam uiteraard. Ja, zeker. Ik heb er al veel van gehoord natuurlijk. <laughs> Joffrey, ja. hoe is het? Uh, is de teleurstelling van die wedstrijd van vrijdag in Eupen al een beetje gezakt intussen? Nou, toch moeilijk. Heel moeilijk uh, voor iedereen, zeker de eerste dagen daarna. Uh, er zat heel veel teleurstelling, heel veel uh, meetings gehad toch. Uh, uh, bepaalde stress dat je toch voelt bij iedereen, maar nu, nu moeten we ik zeg, het vooral gaan focussen op de volgende wedstrijden die komen en uh, niet te veel, niet meer terugkijken. Maar zo'n busrit dan, helemaal terug van Eupen, dat is niet prettig denk ik. Nee, dat was heel triest. Uh, eigenlijk heb je die match volledig in handen, je geeft uh, op zich niet te veel weg en dan is het echt, echt zuur dat je, dat je op de laatste vijf minuten uh, uiteindelijk nog met nul punten naar huis gaat. Ja, hoe is het eigenlijk kunnen misgaan? Ja, heel veel individuele fouten dat we maken de laatste tijd. En nu ook weer een stom foutje aan de kant waar het eigenlijk helemaal niet nodig is. Waar dan de kleinste van het, van het veld de bal nog binnenkomt. Mm -hmm. Dus nee, ja, het is, we zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. En, en hopelijk komen we er zo snel mogelijk uit. Hoe beleef jij dat dan van op de bank op dat moment? Want jij bent dan na goed een uur gewisseld. Hoe verteer jij dat? Frustrerend ook omdat je natuurlijk staat er niet meer op, je kunt niet meer helpen, je kunt niets meer doen, en uh, dat was uh, heel heel frustrerend dat je dat je alweer ziet dat we, dat we vanaf een goal krijgen, net zoals tegen Charleroi, dat we twee minuten daarna weer een goal zieken. en uh, dat zou er eigenlijk moeten uitgaan. Is dat de schrik van het, het gaat hier toch niet fout gaan en dan gebeurt het? Ja, voilà, dat is het vooral. Uh, vanaf een tegengoal krijgen we direct het gevoel van godverdomme, ik nee. weet niet wat dat hier mag, maar <laughs> van, uh, ja, het gaat toch weer niet waar zijn, het gaat, toch weer niet, het gaat toch weer niet zo zijn en dan, en dan uh, speelt je met, met stress, met heel veel twijfel. En dat is wat je absoluut niet mocht doen. Piet, jij ziet alle wedstrijden. hoe Zeg ja. jij dat? Ja, Gaan nog? Ja, we hebben dezelfde vraag, denk ik. Hè. Hij legt op mijn lippen nu, maar uh, ik, ik vraag me altijd af. Van uh, nogmaals analyseren achter de wedstrijd is altijd makkelijker dan voor de wedstrijd. Maar bijvoorbeeld in jouw situatie, je wordt regelmatig gewisseld. Uh, je bent een speler met karakter, je hebt wilskracht, Ik denk je kan af en toe een schopje uitreiken. Word jij nu gewisseld door? dat er een bepaalde mensen met een laptop op de bank zitten en zeggen oké, okay, zijn tanky is leeg. Of word jij gewisseld door tactisch, want wat, wat, wat ik mij afvraag, je zit in een, in een moeilijke periode, je staat voor met 1-0, ja dan moet je gewoon heel rigoureus spelen en de ervaring op het veld houden. En dan worden er toch tegenwoordig vier of vijf jonge spelers ingegooid. Ja, dat is, dat is wat, wat er nu gebeurd was. Hè. Ja. Er is ook over gesproken. Ik ben ook persoonlijk zelf uh, gaan aangeven van, uh, van waarom en, ja. en wat dan. Ik had in de week wel iets van last van, 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 van mijn hamstrings. Maar, uh, maar uiteindelijk, zoals gezegd. Uh, Zo'n jonge jongens op dat moment. Uh, ja. Met alle respect voor hun. Uh, ze gaan hun, 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 hun tijd nog kunnen krijgen en hun momenten nog kunnen laten zien. Maar uh, dat is nu niet het moment voor. Uh, wij zijn niet in die fase van het seizoen, of wij stonden niet met 0-2, 0-3, Klopt. dat je met al uh, gemakzucht die jonge jongens kunt gaan brengen. En uh, ze doen wel als hartstikke hun best en zo, maar, uh, maar het was misschien nog iets, iets te vroeg. En, uh, en oké, okay, ja, en ik zat wel met de frustratie, inderdaad, weer 60 ja, minuten. Ja. En terwijl uh, maar ik denk dat, dat, dat de data uh, op zich bij mij... Ik doe heel veel meters, ik doe uh, uh, dat dat niet het probleem is. Dus het wordt niet zo gecheckt aan de cijfers echt? Het is... Nee, de reden was ook dat ze iets meer snelheid willen brengen. We komen niet meer aan voetballen toe en we gaan ze dan snel denken? We gaan iets meer de lange bal spelen. Dat ze dan iets snellere jongens willen gaan brengen. Maar ja, dan juist ga je, ga je creëren dat je alleen maar lang gaat spelen. En, ja, dat je de bal niet meer in de ploeg gaat. Voilà, ja. dat, je, dat je eigenlijk de type voetballer zoals ik en dan iets later Alessio, ja, dat je die okay. er dan uit had. Maar oké, okay, er zit altijd wel een gedachte achterin. En je snapt ook ergens de logica als je een, een gooi brengt en dan die een ook. Dat zij natuurlijk snelheid kunnen brengen. Maar uh, dat is er dan jammer, jammer genoeg niet, niet echt uitgekomen. Nee, dus ben je het wel een beetje eens met de supporters die vinden dat je te vroeg bent gewisseld? Ja, ik was alleen als je mijn reactie. Ik ga ook niet ondersteunen of banksteken. Als je mijn reactie direct zag en uh, mijn nummer uh, ging op dat bord, dat ik direct uh, super teleurgesteld was. Uh, uh, je, wilt, uh, je wilt gewoon uh, mee die overwinning binnen alles. Zoals op, uh, onlangs op Kortrijk op Sultuarium, waar we tot de laatste minuut, totdat de krampen achter mijn oren uh, zaten. Ja. Dat je die overwinning over de streep helpt. En, uh, en dat was dat nu niet het geval, of ik kreeg daar nu de mogelijkheid niet toe. Maar uh, ja, uiteindelijk moet je je ook neerleggen bij de keuzes van de coach. En, uh, en, uh, en op dat moment, uh, misschien niet de juiste, maar het kon ook heel anders uitpakken. Maar je zegt wel dat je daarover kan praten met hem. Heb je er met Steven over gepraat? Nou ja, ik heb hem uh, wanneer maandag. Uh, nou, dan uh, niet direct natuurlijk, omdat dan de frustraties uh -huh. nog nou, hoog liggen en, en je misschien dingen gaat zeggen die, die je eigenlijk uh -huh. helemaal niet meent. Maar uh, ik ben uh, zeker uh, met Steven gaan spreken en zo. En, uh, en op een heel rustige manier, een normale manier. Hij heeft zijn gedachten erover gezegd en ik heb mijn mening erover gegeven. En uh, we zijn, uh, we zijn allee, samen tot een goede conclusie gekomen. En allee, we zijn, er, is, er is niks aan de hand. Maar is dat niet, wat mij opvalt de laatste maanden, dat hè, tegenwoordig mag je vijf spelers wisselen. En vroeger werd gewisseld naar echt een functie van of je gaat defensie spelen of aanvallende aan spelen, of je gaat... Nu, alle vijf komen er altijd, altijd op. Heeft dat een bepaalde reden? Is dat ook data of is dat puur tactisch? Uh, meestal meestal uh, wordt er wel gewisseld uh, voor tactische, uh, okay. tactische redenen. Uh, zoals ik zeg, nu wou die iets meer snelheid brengen. Uh, maar oké, okay, je hebt de mogelijkheid om vijf wissels te doen en meestal... Uh, nu als aanvallende speler ook, dat zie je ook heel veel. Als je niet, geen twee goals en assist maakt, word je na 70 ja, minuten gewisseld. Klopt, ja. Dat is Trouwen, gewoon zo, omdat ja. je hebt uh, heel veel aanvallende spelers die ja. dan op de bank zitten. Ja. En van achter doe je dat sowieso minder, omdat je je organisatie wilt houden. Ja. En, uh, ja. Dus nu uh, als aanvallende speler uh, word je soms te snel gewisseld wel. Leg jij meer afstanden af, of meer afstand af nu per wedstrijd dan uh, pakweg vorig seizoen is? Jouw rol een beetje veranderd, de invulling daar. Nee, eigenlijk niet. Uh, ik heb eigenlijk exact dezelfde rol als onder Franke. Uh, van rechts en een beetje gaan zwerven, uh, vooral als we in balbezit zijn en zo. Maar uh, ik doe altijd veel meters. Dat lijkt niet altijd zo voor, voor supporters of voor, mm. zelfs voor trainers, mm. die effectief altijd uh, dubbel moeten checken. Voor te zeggen van. Uh, het lijkt alsof ik niet zo heel veel meters doe. Maar als je dan de data bekijkt, wat nu in mijn voordeel spreekt, omdat dat allemaal wordt uh, bijgehouden. Ja. Dan uh, kan ik ook effectief aantonen dat, uh, dat ik heel veel meters doe. Ik hoorde wel eens van een supporter dat uh, Sandy Walsh nu wel eens wat minder zo hoog komt en dat jij daardoor vaker terug moet in die zone. Klopt dat? Heb je dat gevoel ook? Uh, het feit dat, uh, dat hij misschien iets minder hoog komt is omdat we niet heel dominant uh, meer voetballen. Niet nie, nie echt constant de bal hebben, niet echt uh, de tijd hebben zoals ik bijvoorbeeld soms minder tijd heb om aan, om aan de andere kant te komen omdat we niet dominant genoeg spelen en, uh, en dat gaat misschien de reden zijn maar ik denk niet dat uh, dat, dat bewust is. Tegen Charlevoix geven jullie die 2-0 weg natuurlijk na de rode kaart ook van, uh, van Rob Schoofst. Um, zo hebben jullie wel op twee, weken, of twee wedstrijden vijf dure punten weggegeven. Ik heb eens gekeken, Joff, uh, uh, als jullie in zes wedstrijden, dat jullie voor hebben gestaan, dat jullie die gewoon gewonnen hebben. hebben daar zestien punten in totaal weggegeven. Dat jullie voorsprong hadden in een wedstrijd. Die trend moet je wel op een bepaald moment breken, natuurlijk. Ja, dat is zo. Ik denk als ik, sinds ik hier ben, drie, vier jaar bijna, dat wij een 2-0 voorsprong. Ik denk dat wij dat 10, 12 keren hebben. Is het nooit een garantie dan? Nee, dat is nooit niet. Wij, wij moeten hier 3, drie, 4 drie, goals maken om, om een match te kunnen winnen. En dat is een dat beetje leek tegen problemen. Westerlo toen ook, hè? De Zoals vijf. tegen Westerlo. Ja, voor hetzelfde geld pak je daar ook, ook, uh, ook nog. geen punten. Ja. En, uh, en thuis tegen Cirkel mis je dan ook nog een penalty, 88 minuten om die ja. match uh, te winnen. Dus uh, wij doen het een beetje onszelf aan, uh, iedere week. En, uh, en het is, het is dan jammer dat het elke keer ook iemand anders is en zo. Dus ja, uh, dus, uh, het, blijft, uh, het blijft een beetje duren eigenlijk. Ja, het heeft ook een beetje met kwaliteit te maken. Daar moeten we eerlijk in zijn. Als jij geen rustpunt hebt van woorden die de bal vasthoudt of controleert, of dat hij de tijd geeft om de middenveld op te laten komen. Mm -hmm. Dat scheelt een stuk. Hè. We hadden vorig jaar natuurlijk Kuipers die, die ijzersterk was. Dit jaar hebben we niet zo iemand. Met alle respect voor de spits die nu rondloopt. Mm -hmm. Dus je hebt geen rustpunt. Dus je dus weet. Dus als hij niet scoorde, Hugo, dan was hij altijd bezig. Tuurlijk. Wat? En als middenvelder en als verdediger weet je, die bal komt gelijk terug. Ja. En dat is het probleem, denk ik, op dit moment, vooral bij met, jullie. Met Kuipers ja, ja. Kuiper, had je zo iemand die als, als hij. Uh, als we hoge druk gingen zetten, is dat dat hij overal tussen zat. Mm -hmm. En we konden allemaal aanzetten, ja. en we konden allemaal ja. omdat die Kuipers zo gedreven was, ja. om, dan kwamen zij er moeilijker uit. En, en wat heb je dan Dat je de bal recupereert, veel hoger in het veld. Dat je, en dan kom je veel sneller aan ja. kansen toe, aan, ja. aan doelpunten. En, en daar hebben we dit jaar veel minder. Je hebt ook een van voren naar lange ballen. Misschien een vraag die mij wel. Soms zie je het uitvoetballen. Daar gebeuren soms hele angstige dingen. Dat je de bal verliest, et cetera, et cetera. Hoe komt dat dat tegenwoordig zo'n tendens is? Dat de keeper in de 16 meter, dat er een verdediger staat naast hem die krijgt de bal. Al legt idem dito, denk ik. Ja. Soms zie je fases dat ik denk, is dat een gebrek dan dat je voorin niemand hebt als aanspulpunt? Of is dat de nieuwe me methode van het voetbal? En ik leg me daar neer, hè? ik word oud natuurlijk. <laughs> maar je creëert zoveel onzekerheid en zoveel angst soms. Ja, dat, dat is wel, het is wel een manier van voetballen waar Steven wel ja. voor staat. Echt voetballen van achteruit. En, uh, en als je dan uiteindelijk iemand doorgaat op de keeper, wil zeggen dat je een man meer hebt in die situatie. En dan, uh, de speler ziet het, het soms ook zeer heel zeer. Locken, ja, locken. Voilà, het is een beetje lokken, ja. uh, attract en uh, play. Ja. Uh, om dan in een, in een, uh, met een man meer te kunnen gaan aanvallen. Of, of, uh, of de vrije man te zoeken om daar echt uit te voetballen. En dan eigenlijk alles kan beginnen. Uh, wij zijn ook geen ploeg om met, om met de lange bal te gaan spelen. Nee, nee, dat Omdat uh, we nee. absoluut geen koppers uh, nee, hebben op dit nee. moment. Nee. En, uh, dus, zo proberen wij dan toch uh, ploegen uit verband te spelen. Maar inderdaad, als dat dan een paar keer niet lukt en het publiek begint erop uh, te zitten, en zo, dan zie je dat er allemaal heel zenuwachtig uit gaat. Ja, want je hebt nooit een vrije Ja, Wat je zegt, ik heb een vrije man creëren. Maar als jij een slimme spits hebt, die gaat tussen de keeper en de verdediger instaan, dan heb je nog geen vrije man. Hè, want ja. Dat zie je tegenwoordig. Jullie worden heel snel onder druk gezet. En dat geeft ook een stukje onzekerheid. Voilà. Dat is de vrije man ja. hoger creëren, ja. natuurlijk. Ja, maar. Ja. Ja. Lijn, zij, zij, zij voelen dat ook aan. Hè? Dat, ja, uh, ja. Als, als jij, als, jij als, als speler vertrouwen hebt aan Klopt. de bal, ja. dan gaan zij iets minder snel druk zetten. Ja. Dan als jij daar staat en ligt te twijfelen en zo, dan ruiken zij bloed natuurlijk ook en dan gaan zij vol door. Ik heb gelijk. Uh, dus en dat, dat gevoel moet je de tegenstander geven dat jij controle hebt over die bal, zodat zij een beetje gaan twijfelen om die. Ja, okay. ja. ja, wat en als? Daar uh, kunnen we niks mee natuurlijk. Met de punten die weg zijn, die zijn weg. Uh, jullie hadden kunnen uh, al in de posities van Play of 2 staan als je die erbij hebt, plus de drie punten van Challa, die jullie ooit nog eens wel gaan krijgen. Dat duurt wel even, natuurlijk, in maart komt dat nu pas voor. Uh, maar kijken jullie nu naar beneden, is er ongerustheid echt? We, allez, we zijn uh, niet zo zeker van onze zak dat we het zomaar gaan redden, of dat we, we gaan het wel halen. Dat, dat, dat zeker niet. Uh, nu vrijdag. Het zal moeilijk worden, weten. Genk is ook de ploeg in vorm en zo. Als we hier een puntje kunnen halen, zal het ideaal zijn. Maar we, we gaan natuurlijk wel spelen om, om, om te winnen. Maar volgende week op zijn rij, dat is een levensbelangrijke match. Want er zijn voorts zware kleppers op komst. En jullie spelen nog tegen de volledige top 5 en tegen Ander legt ook nog. Jullie hebben een heel zwaar programma eigenlijk. Als ja. ik zag, ik er, ik schrok er zelf een beetje van. Ja, juist, juist daarom. Dat, uh, dat volgende week superbelangrijk zal zijn. En we weten hier thuis ook al tegen, tegen die clippers en zo. Uh, alles kan hier hè, natuurlijk. Uh, vorig jaar zijn we op Antwerpen ook gaan winnen. Ik zeg niet dat dat nu, uh, nu het geval gaat zijn, maar uh, alles kan nog. En, uh, en het is ook niet dat die, die onderste drie, uh, alles of vijf, zes, uh, zes matchen gaan winnen. Dus, ja, ja, ja. Dat gaat ook niet, niet het geval zijn. Nee. Het zal spannend zijn tot het einde. En uh, hopelijk uh, komt het tot een goed einde. Merk jij een nervositeit in en rond de club, Piet? Ja, ik merk wel, natuurlijk. Ja, de druk wordt groot. En vooral de supporters zijn natuurlijk in dat opzicht heel ongerust. Daar kunnen zij niks aan doen, maar dat is de realiteit. Ja, het is altijd een paar Maar je ziet ook dat de kwaliteit. We moeten eerlijk zijn. Je hebt wat ingeboet qua kwaliteit vergeleken met vorig jaar. Hè. Daar moet we gewoon eerlijk in zijn. Dus nee. daar kan je ze ook niet kwalijk nemen. Nee. Maar ja. Inderdaad, je bent afhankelijk van de onderste drie. Ik zie ze ook niet allemaal winnen. En ik denk met, met vormen nu dat hij uit is, dat dat een voordeel voor elkaar van Mechelen is. Want het is natuurlijk ja, wel een mannelijke ja. bijwaardig om die punten kan pakken. Maar het is logisch, uh, als, je daar, als je tegen Seren zou winnen, dan is er weer een stuk rust. Want dan krijg je ook nog drie punten van Charlotte erbij. Maar als je daar gaat verliezen. Met die wedstrijden die er komen, ja, dan wordt iedereen ongerust. Hè. En ja. Het probleem is, het verschil tussen eerste en tweede klas is gigantisch. gigantisch. En zeker de voorbije jaren hebben jullie van play-off 2 geproefd, maar zelfs een aantal keer dicht bij play-off 1 geweest. Uh, ambitieus uh, ook geweest. Hè. Wat moet de gezonde ambitie zijn van KV Mechelen? Ja, dit seizoen sowieso om, uh, om het behoud ja, ja. en hopelijk dan... Uh... Maar, geloof, in het algemeen, in principe. In principe moet ik altijd Play of 2 spelen. Zeker zekerheid hebben van, van Play of 2. We hebben ook vier schitterende jaren gehad. Alleen dan drie onder Franke. Mm -hmm. En uh, je wist ook een beetje, natuurlijk, dat als hij ging vertrekken. dat, uh, dat er misschien een overgangsjaar ging komen. En, uh, en dan hadden ze de keuze gemaakt met, met Danny Buizan in het begin. wat niet, uh, niet direct uh, klikte en zo. En dan loop je een heel seizoen achter de feiten aan. En dat is nu een beetje, een beetje het verhaal van dit jaar en uh, uiteindelijk moeten we nu dit jaar er gewoon in blijven, liefst zo snel mogelijk uh, vastzetten en, en, de, en de finale hopelijk spelen en dan, ja, en dan dat, dat kan dat is, kan het he, seizoen nog finale kan maar ja, maar het zou wel eens kunnen tegen Union ja. of Antwerpen zijn. Ja. Dat is, uh, makkelijk wordt dat natuurlijk ook niet. Nee, nee zeker niet. Maar de GN-match op dit moment voor ons is makkelijk. Uh, dus uh, we zullen heel, maar, iedere wedstrijd gaan moeten strijden. Een, een gezonde ambitie is inderdaad. Hè, de tweede, laten we zeggen, de, de, de eindronde. Hè, dat is voor een club als Mechelen een gezonde ambitie. Maar we moeten ook eerlijk zijn: uh, dit jaar is de kwaliteit niet aanwezig om daar naar uit te kijken. En ja, je mist gewoon 10, 15 goals. spits 10, 15, niet één of twee spitsen, maar je mist gewoon 15 goals. En dat is een groot verschil. En dat is het probleem, denk ik, op dit moment. Ja. Dus het wordt echt een overgangsjaar. En laten we allemaal hopen dat, uh, dat het in orde komt. Ja. Hoe zie jij Steven op dit moment? Hoe loopt hij erbij? Nou, uh, gestrest uh, en, uh, en moe vooral. Uh, mm. Ik denk dat hij weinig slaapt en zo, maar is ook normaal. Is, hij heeft zich, zich waarschijnlijk ook helemaal anders ingebeeld. Mm -hmm. En, uh, en oké, okay, ja, het is misschien ook goed dat hij die ineens meemaakt. Dat mm. hij uh, van, vanuit een slechte periode misschien toch een iets betere periode kan, kan gaan maken. En zo, maar, uh, ja, het is normaal dat hij dat wel een beetje gestrest is. Nou, hij kan van dit soort periodes inderdaad ook een betere trainer worden, uiteindelijk. Hè? Want uiteindelijk heeft hij wel de kwaliteiten om een, trainer, een goede trainer te worden, toch? Ja, ja zeker. En, 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 hij heeft gezag en zo. En als hij iets zegt, uh, wordt er wel naar geluisterd. Als, als hij ergens binnenkomt, wordt het ook een beetje stil en zo. Dat, dat heb je wel nodig als, als, als een trainer. En, uh, maar dat gaat ga zeker goed komen. Uh, mm -hmm. En. Uh, hij wordt al een beetje vergeleken met Vincent Company, die nu het geweldig doet met de ex-club van Steven, Burnley. Steven is ook zeer overtuigd van zijn, van zijn gelijk. is een beetje eigenzinnig. Maar anderzijds wil hij wel heel dichtbij. Ik heb hem gesproken hier voor de bench. Hij wil wel heel bij zijn spelers staan en is heel open en rechtuit. Ook al botsen het dan wel eens. Ja, hij is heel emotioneel, Steven. Die, die zegt ook direct wat hij wat denkt en zo tegen iedereen. De ene kan er beter mee om dan, dan ja. de andere, natuurlijk. Uh -huh. en zo. Maar uh, hij is heel rechtuit. En, uh, in het begin was het iets moeilijker, want hij heeft uiteindelijk ook met ons samen gespeeld. Om, om die goede balans te vinden tussen het uh, ja, als vriend, Steven, of nu als trainer, ja. dat was in het begin wel even, even zoeken. En zo. Voor jou, maar jou uiteindelijk, persoonlijk dan ook? Ja, voor, voor mij ook. Uh, weet, ik Bij mijn buren, op, uh, op vakantie op geweest. Op vakantie samen en zo en alles. Dus voor ons was het een bit, in het begin ook wel een beetje zoeken. En, zo. en uiteindelijk hebben we wel een goede balans gevonden, denk ik. En. Uh, en nu uh, bezie ik hem toch meer als een trainer mm -hmm. dan als, uh, als een kamerad, wat ook ergens normaal is. Je kunt niet met je trainer nu uh, gaan afspreken en zo. Uh, dat, dat gaat niet meer. Jij zei buurman, jij sprak hem aan met ja, buurman. Ja, als buurman ja, ja. Ja, ik, was, ik was bij hem gaan wonen dan op het eilandje. Ik had ook al direct gezegd dat de rust ging voorbij zijn. <laughs> maar uh, nee, nee ja, inderdaad, wij zijn buren. Ja. Ja, en, maar nu zeg je gewoon. Coach? Of? Ja, meestal coach. Ja. Ja. Zeker hier en zo. Moest ik hem nu nog tegenkomen op straat, nee, dan, dan nee. is hij anders. Maar, maar zeker hier rond de club ja. is dat cool. Hoe was dat op vakantie met hem? Ja, ja tof, tof. Uh, we konden het goed met elkaar, met elkaar vinden en zo en alles. En, uh, en uh, voor hem was het uh, top om om te trainen, natuurlijk. Hè. Waardoor onze vriendschap een beetje ging mi minder. Maar oké, het is ook niet het einde van de wereld. Nee, nee, het is wel echt iemand met een hart voor de club. Hè? Als je de geschiedenis van Steven kent, ook met, ja. met zijn papa. Je gunt hem enzovoort. ook, hè? Ja. Ja. Maas, het is. Ja. Uh, het is hier met, met zijn hart. In het zin. is een leerschool, hè? Dus ja. uh, hij zal fouten maken, hè? daar hebben we het ook over. En hij zal goede dingen doen, en dit is een leerschool voor hem. En ja, hij probeert het maximaal te doen. Dus je gunt hem wel. Ja, Alleen het is geen makkelijke periode, en je hebt ook wat tegenslag, qua blessures en zulke dingen. Dus ja, het is voor iedereen beter dat het goed afloopt. Dan heeft hij een hele mooie tijd gehad, maar dat het makkelijk is, nee. Zal wel niet. Uh, hij heeft in Engeland gezeten, was Engeland iets voor jou geweest? Je hebt even stage gelopen hè, bij Manchester United, bij West Ham ook, uh, ook nog. Hoe was dat als jonge gast? Ja, dat was super Je had op dat moment ook een samenwerking met, uh, met Antwerp. Mm -hmm. En ik kon dan mee met Warren Joyce, die mm -hmm. dan op dat moment trainer is ook geweest op Antwerp en zo. Ja, voor mij was dat was heel spectaculair. Hè. Je komt daar in dat gebouw en zo, dat is een heel andere wereld. Ja. Hè. Als je ziet hoe die jongens daar begeleid worden uh, van Van kleins af aan. En zeker op dat moment op Antwerpen was dat helemaal niet het geval. Nu beter, maar uh, ja, dat vond ik wel uh, een ervaring. Uh, allee, dat dat ga ik nooit niet gaat vergeten. Nee, maar het werd na een uh, korte periode bij Antwerpen, een korte debuut, werd er dan de graafschap in Nederland samen met Dimitri jouw tweelingbroer. Ja. Uh, hoe was dat daar in Doetinchem? Doetinchem, ja. Uh, in Gelderland. Uh, bij, bij de Superboeren. Ja, de Superboeren. Twee jongens van de stad die naar de Superboeren gaan. Moeilijk, heel moeilijk in het begin. Uh, ik was al heel blij dat ik mijn broer kon meepakken. Want uh, dat was wel een, een vereiste van mij. Ik had dat nooit niet, niet alleen gedaan. Hij had dan uiteindelijk ook een klein contractje gekregen daar, zodat hij mee kon. Maar uh, ja, het was wel wennen, winnen dan ook de mentaliteit en okay. zo. Eerste keer 17, 18 jaar denk ik, net 18, dat we het huis uit waren. En uh, wij zijn ook echt heel familiemensen. Ja. Dus uh, in het eerste half jaar heel, wel heel hard moeten aanpassen. Ook ja. Putje winter, dus uh, dat was dan ook niet, niet tof. Je nee. kon daar dan ook niet, niet veel doen. Dat denk ik niet. Je nee. nee. kon niet veel buiten ja. dan. Nee, dat was uh, vooral uh, op hotel ook uh, de eerste maand, twee maanden. Ja, dat was ideaal, was dat allemaal niet. Maar, maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk was het toch wel, van toch, geleerd ook? Ja, wel, zeker van geleerd en zo. Uh, iets te veel geleefd eigenlijk en iets te weinig voor de voetbal, dat wel, moet ik eerlijk toegeven. Uh, omdat je ja, als vrije vogel de eerste keer het uit Je had geen vrienden <laughs> in uh, ja, ja Jawel, maar die studeerde hier dan nog. <laughs> Oké, okay, uh, vul me hè? in. <laughs> ik hoor je al denken. Ja, nee, ik zeg niks. Ik, zeg niks. Uh, ik ga het ook niet over vertellen. Nee, het was leuk. Het was, het was een ervaring. Het was, het was tof om, om, om te doen. Maar uiteindelijk heel verstandig om, om na twee jaar toch mijn contact te ontbinden. Want ik had nog anderhalf jaar. Uh, en uiteindelijk dan uh, voor Lierse uh, gekozen. Ja. Ben jij daar ooit geweest, Doetichem? Ken jij Doetichem, mijn hem Nee, ja. Als Rotterdammer? Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Ik ken er Walen ervan, maar nee, dat is niet een uh, wedstrijd. Uh, nee, nee, dus Doetichem. Wel uh, gezellig. Ik vond het echt wel uh, een gezellig centrum. Uh, Heel klein. Uh, Leuk stadion ook. Uh, ja. heel, heel gezellig stadion. Helemaal uh, dicht. Ik denk uh, dat je beter kan vragen: was het gezellig op de markt of zo? Was het gezellig in de kruppendaag? Nee, ja. ja. Het was gezellig. stadion was toch gezellig, want ik ja. zat. Uh, <laughs> de spelers zitten mee bij de supporters, zeg maar. Ja. Ja. Okay. En je speelde niet zo heel veel. Nee, nee daarom. Uh, mooie, mooie ervaring. Daarna uh, ben je bij Lierse beland en dan kon je eindelijk uh, bij ons in eerste klasse uh, spelen. Maar de, hoe is het dan om. Als je ervan geproefd hebt om dan als jonge voetballer een beetje te moeten zakken om hopelijk de sprong nog eens te wagen bij turnout, in derde klasse, bij hij dan nadien, waar je ja. weer helemaal in de belangstelling van Van Antwerpen bent gekomen. Hoe, hoe, hoe is dat voor een jonge voetballer? Het was uh, heel moeilijk. Ik dacht op een gegeven moment van uh, is, uh, is je, het is een beetje klaar voor mij. Uh, ik ga nooit uh, niet meer in eerste klas gaan, gaan voetballen en zo en alles. Liese was een heel apart vooral omdat uh, Turnout de zusterclub was natuurlijk. Mm -hmm. En uh, zij wilden dat die absoluut naar de tweede klas promoveerde. En wilden daarom spelers van Liese uh, naar daar doen. Terwijl ik eigenlijk helemaal geen interesse had om dat te doen. Want je komt dan van eerste klas voor naar derde te gaan. Ja. Maar dan uh, laten ze je de keuze van uh, of het is dat of niks. Mm -hmm. Moet je in de zeker een heel jaar gaan, uh, gaan ja. voetballen. En dan, en dan doen we dat uiteindelijk toch. En, uh, dus ja, uh, heel plezant was dat allemaal niet. Hoe zat dat dan precies? Want uh, je hebt dan genoeg getoond op, op dat Antwerpen jou opnieuw wilde, maar je leek ook even nog op weg naar Dessel. Uh, hoe zat uh, dat? Precies? Ik had, uh, bij hij zat ik dan mijn laatste, ja. Uur, ja, mijn laatste jaar contract van Lierse, dus ik was aan de contract. Dus dan uh, dacht ik, ja, in Heist, super toffe tijd gaat. Uh, maar ja, die treinen drie keer s'avonds. Uh, eten uh, twee dagen voor de match nog eens allemaal samen met curiosity. Uh, Allee, dat was, dat was plezant, hè? Ja, dat was, ja. uh, maar uh, ideaal was dat niet nee. als, als voetballer. Als je nog iets wou doen in je carrière, dan moest ik niet in huis blijven. Nee, klik, ja. En uh, toen dacht ik, ja, Dessel is iets professioneler. En dan heb ik eigenlijk mijn eerste semi prof contract getekend in uh, Dessel. Dus geen profstatuut meer. Uh, toen ja, moest ik of gaan studeren of gaan uh, werken. Toen uh, ja, twee, drie weken later dacht ik van ja, ik ga eens met de pas werken aan de haven van Antwerpen. In de zomer kan dat als, als, als er ja. genoeg werk is en weinig volk. Kun je zonder eigenlijk ingeschreven te zijn echt uh, daar gaan werken. En uh, na die dag werk kreeg ik telefoon uh, van, uh, van Antwerpen. Dus je hebt één dag daar aan de haven. Gaan. lees ik met bananenkisten. Uh, ja, ik heb uh, de bananen. Ja, eigenlijk in de, moet je in een boot grijpen en moet je die, die bananen op de lift zetten. En dan gaat die liefde uit een boot en dat dan een hele dag. Dat is gevaarlijk tegenwoordig, een bananen in halen. Dan hoop je een <naar> sportzak <laughs> Maar... Uh, en die dag kreeg je telefoon. Die dag kreeg ik telefoon. Maar ik dacht, ja, dat is iemand die met mijn voeten aan het spelen is. Echt? Ik echt? dacht echt, oh, dat niet, nee, nee, ja, nee. dat is niet serieus. En ik zei het volgens mij nog aan de telefoon, ja, Patrick de Kuijper. En ik zeg, nee, uh, hey, uh, het zal wel. Uh, het zal wel, uh, het gaat niet waar zijn. Ja. En uiteindelijk uh, was dat wel het geval. En uh, toen dacht ik wel in mijn eigen van, kijk. Voor een appel en een ei natuurlijk ook. Ja. Want je zit niet meer aan het contract dat je dan nee. naar Roland en daarvoor. Ja. En uh, toen dacht ik van, well, dit is wel een tweede kans in mijn leven. En die ga ik wel proberen met twee, uh, twee handen te grijpen. En, uh, en dat is dan ook wel uh, gebeurd. Dat is gelukt, ja. Respect. Joffrey, we gaan een quizje doen. Toch niet een moeilijke vrouw. Ja, Nee, ja. al niet. Ik denk dat jij goed gaat scoren. Ja. Het gaat over jou, over je carrière, over jouw clubs. Je moet snel proberen antwoorden. En zoveel mogelijk goede antwoorden geven binnen de tijdspannen van 90 seconden. Piet, jij gaat dat bijhouden, hè, die 90 seconden. Ja, dat is goed. Uh, heb je jij hebt je gsm ergens in de buurt uh, die nog? Die ligt uh, daar. Uh, ja. Oei. Ik heb er een halen dan, denk ik. Ik zal tellen. Ik zal ah. nou, Ja, Misschien steekt iemand zijn hand op. Ja, dat is goed. Er komen 10 uh, vragen. Je kan 20 punten verdienen. Uh, Jij telt de goede antwoorden, Piet. Ik, wat moet ik nu tellen? Of de goede antwoorden tellen? Want nu wordt het ingewikkeld voor mij. De goede antwoorden moet ah, okay. je Hier eigenlijk ik tellen. tellen. Ja. Maar we Ook zullen vragen ik dat er iemand 90 seconden in de gaten. Ja, Die moet even, even een gil geven. Okay. Goed, daar gaan we. Ja. Uh, we zijn weg. Op 3 mei 2009 debuteer je voor Antwerpen. Tegen wie? Dat was tegen Tine. Klopt. Je maakt je eerste goal in december van dat jaar tegen. Leuven. Klopt. Jouw enige goal voor de graafschap was tegen AGOVV. Welke Belg scoorde in die wedstrijd twee keer? De Rieder. Shadley. Je hebt in de eredivisie tien minuten gespeeld tegen een huidige speler van Antwerpen. Wie? De Pas. Toby Alderweireld. In welk jaar won KV Mechelen Europa Cup 2 met dat doelpunt van Piet? En waar was dat? Zijn dat strafpunten? Dat is niet goed dat ik dat niet weet. 1988 in Straatsburg. In welk jaar speelde Antwerpen de finale van Europa Cube 2 op Wembley? Dat weet ik niet. In 1993. Wie scoorde toen voor Antwerpen? Sorry. Sisse eens. Tegen wie maakte jij je eerste doelpunt voor KV Mechelen? Oh, okay. <laughs> Tegen. Ja, tegen die. Anderlecht. Anderrecht. En hoe? Ah, ja, dat klopt. Hoeveel, uh, goals voor Tugel, klopt. Uh. hoeveel goals heb je voor KV Mechelen al tegen Antwerpen gemaakt? Uh, drie, vier. 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 Klopt, niet tellen we goed. <laughs> um, en de laatste, geef de tien andere basisspelers van Antwerpen in de thuiswedstrijd voor de titel tegen Roeselaar. Dus jij en tien anderen: De Batty, Duplus. De Twee. Koné. Uh, drie. Uh, van Steentjeste. Nee, nee Corin. Vier. Uh. Uh, Omolo. Vijf. Tijd. Uh, ja, maar ga nog maar door. DKV. Zes. Dat is wel mooi. Uh, wacht, eh uh, Ja, ik dan. Ja, ja. Uh, wie stond er in de spits? Uh, Corné? Nee. Owuzu. Owuzu. En Dirk speelt nog mee. Dierik. En Jorendom. En Jorendom. En Jorendom. Ja. ja, dat was toch niet slecht? Nou, Dirk en Jorendom, dat gaan ze niet meer knallen. <laughs> Dan waren er toch nog een stuk of zes bij. En hoeveel had hij ervoor ik al? Heb drie goede antwoorden. Ja, negen. Matig. Matig. Ja. Dus dat, dat waren de geschiedenissen. Uh, ja, de, dat, is, beetje... dat is vormen en tijd en zo. En, uh, goed, toch... laten we ons toch maar een beetje over Antwerpen even hebben. Hoe trots was je dan uiteindelijk om, om daar weer te zijn en daar je kans te krijgen? Nou, super. Je uh, bedoel, het eerste jaar was eigenlijk al een heel goed seizoen. Dat we daar nog moesten uh, gelijk spelen. Uh, nee, we moesten winnen thuis van Neupen in de laatste match, denk ik, om hem te promoveren. Mm -hmm. Maar uh, dat was me dan wel afgepakt, die match. Gevaart uh, had me toen niet opgesteld, terwijl ik eigenlijk een heel seizoen had meegedaan. Mm -hmm. En dan uh, het tweede jaar uh, met eigenlijk uh, heel veel downs. Uh, want dat, uh, ik denk dat Van der Biest uh, nog de hoofdcoach was toen. Mm -hmm. Dan uiteindelijk, hoe uh, hem de grote weer uh, was gekomen. Bico, John Bico, nog trainer geworden. En dan uiteindelijk met Wim de Dekker toch nog kampioen te kunnen spelen. Mm -hmm. uh, dat was wel een superjaar, jaar. Ja. Ja. Uh, de legende Deur de Noord, uh, Ik kan het niet in het antwerp, maar Waar en wanneer is hij dan precies ontstaan? Ja, dat is met de penalty toch tegen Lommel. Lommel. Ja, ja, dat is uh, op dat moment. Uh, uh, we speelden eigenlijk een heel goede match. We moesten winnen, maar we hadden niks in de hand omdat Lierse Roeselaren, uh, daar nog nog iets moest gebeuren of vliet mocht niet winnen mm -hmm. uh, en dan ja 90 negentigste minuut of 89ste minuut krijgen we dan die penalty op Camus mm -hmm. en uh, kijk ik even rond mij en uh, was eigenlijk niemand die die penalty wou schieten en dan uh, als jongen van Deurne noord zelf uh, als supporter zeg maar mijn moeder ook altijd café in de buurt had daar met supporters. Groups, mm -hmm. met, uh, uh, dus als, als ik zeg het als kind van Van Deurne die penalty dan te mogen binnenschieten, dan uh, dat is iets zeggen uh, yeah. Verplaats je eens ja, terug in, in dat moment? De, ja, dat kun je niet beschrijven. De, de, uh, hoeveel stress en zo. Maar ook, oh, allee, ook niet alleen voor mij, want mijn familie ik, 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 ik zijn ook allemaal antro-support en zo. Iedereen was daar. Stel je voor, als ja. je die mist, ja. Ja. dan Hoe worden zij je ook, ook je constant uh, allee, erop gehamerd en zo en alles. Uh, uh, dus uh, nee, uh, dat was alles of niks. En, uh, ja. en uh, ja, ik schiet hem wel, wel goed binnen. Zijn, het dun, ogen, het dun, zijn oogjes blinken ook. Ja, ja, maar dat is een dunne draadje tussen held en ja. anti-held. Ja, ja. Ja, zo dichtbij, maar je pakt wel de verantwoording, dus ja. dat is wel knap. 14.000 mensen toen, in de toen nog half bouwvallige uh, bos, want toen stonden ze nog aan die, aan die kant ook, hè, de supporters. Ja, het geluid dat zij maakten uh, wanneer uh, Roeselaar eigenlijk de 1-1 maakte op Lierse, dat, uh, dat was eigenlijk echt uh, ongezien. Ja. Ja. Dat was, je kreeg daar zo'n uh, gevoel van, zo'n ja. ding, dat je dacht van... Het gaat onze dag nog worden, Wij gaan nog die match winnen. We kregen daar zoveel energie van. En ja, dat is echt een van de mooiste dagen van mijn leven. Het het feest nadien, als het dan zover was. Ja, we mochten nog niet. Nee, nee, toen, na de terugwedstrijd, of na de wedstrijd tegen Roeselaar, de dubbele wedstrijd. Het is niet voor arrogant te zijn en zo, maar we wisten eigenlijk na die penalty, dat we als we tegen Roeselaar gingen uitkomen, dat we. Dat het eigenlijk al zo goed, als, uh, zo goed als binnen was, omdat we die thuis ook al een paar keer uh, een gewonnen hadden en zo. En, en die club die lag ons wel. En, uh, en uh, ja, dan hebben we dat, het feest dan nog even moeten uitstellen natuurlijk. Maar, uh, mm -hmm. maar als je dan met die bus aankomt aan het stadion. Ja. En uh, dat leek of dat, dat stadion in brand, uh, in brand stond. Ja, 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 ja. En uh, wij op de bus. En, allee, dat, dat was echt, dat was echt een, een zalig moment. Wat doet het jou nu nog als je langs de Bosel komt? Uh, ja, mijn zus is eigenlijk uh, net uh, aan de bos gaan wonen en zo. Dus ik, uh, ik pas, ik passeer, uh, je wordt er nog mee geconfronteerd. Ah, ja, ik ja. passeer geregeld daar aan het stadion. en zo. En, uh, ik vind het super wat die in korte tijd hebben kunnen neergezet hebben. En, uh, natuurlijk heb je daar iemand met geld voor nodig, mm -hmm. wat Antwerpen nu heeft. Maar, uh, maar je ziet toch maar hoe snel zoiets dan kan groeien. En zo ziet in zegt. Dat was eigenlijk een, een slapende reus. Die nu, die nu constant meedraait mee voor, de, voor de titel. Staat zondag 5 maart in de agenda Rood Aangekruis. Verkeerd. Ja, sowieso. Het was heel mooi toen ik daar een goal maakte, dat ze eigenlijk mee aan het vieren waren voor mij. <grijd> <Ja. sijf> maar oké, okay, het was wel de 4-1 of de 3-1. Maar uh, het zijn nee, er, nee, er zijn weinigen die dat kunnen beleven. Ja, ja zeker. Uh, hoe ik daar altijd word ontvangen en zo, er zijn inderdaad weinig spelers die, die dat meemaken. En uh, ik ben daar uh, heel dankbaar voor. Ja, zo een clubspeler zijn, iets betekenen voor een club, en dan elders gaan spelen, maar dat toch bewaren, dat is ja, wel mooi ja, dat dat kan. dat is, kan. Schitterend, hè? Dat, is uh, dat heeft hij ook zelf uh, verdiend. Hè? En dan heb je ook respect naar die supporters, zeker. Hè? Waar je zus woont in de buurt, en et cetera. Maar dat is zijn kracht, denk ik ook. Hè. Hij verdient dat ook. Hè. En dat is het mooie van voetbal. Soms mm -hmm. dat gebeurt niet altijd, maar dat is mm -hmm. geweldig om mee te maken, denk ik. Mm -hmm. Hij zal dan altijd kleven aan die penalty uh, voor Antwerpen en nog wel andere dingen. Zoals jij aan die ene koppelgoal uh, in Straatsburg altijd zal herinnerd worden en voor altijd. Uh, Waarschijnlijk was... wel. Ja, daar kan je niks aan doen. Hè. Maar het is wat je zegt. Het is het verschil tussen een held en een anti-held. En uh, dat blijft duren. Nu ik denk dat hij ook in een staat van verdienste heeft, dat hij ook veel betekent heeft voor Antwerpen. En ook altijd de normale jongen is gebleven, en ook bij Mechelen. Dat is ook zijn kracht hier, denk ik. Maar ja, dat is, dat is voetbal. Hè? Het is, uh, je bent de hero of je bent niks. Hè? En uh, daar kan je lang van leven. Ja, um, onder beleuning ben je dan steeds minder gaan spelen. Okay, heb je dat intussen wel wat kunnen plaatsen? Uh, hoe dat uiteindelijk gegaan is? Uh, of blijf je het daar nog moeilijk mee hebben? Ja, ik had, ik had het toch wel uh, moeilijk mee. Ja, maar je weet natuurlijk ook dat, uh, dat Antwerpen constant die transfers ging doen en zo. Mm -hmm. en, uh, en als er op een gegeven moment Raphaël komt, ja, dan, dan is dat ook ergens logisch. Uh, dan, uh, die statistieken waren op dat moment gewoon veel beter. Mm -hmm. En uh, die zijn bij mij onder Franken eigenlijk een beetje, uh, uh, een beetje beter geworden en zo. En uh, omdat ja, Frankke zei meer van, van niet, het, niet de pre-assist te gaan geven, maar meer zelf in de box of iets hoger de bal te ontvangen, zodat je de actie zelf kunt afmaken. Mm -hmm. En ik vind het jammer dat ik, dat ik hem niet eerder in mijn carrière heb gehad als coach. Ja, ja. Want dan was het misschien anders. Dan kon het anders misschien helemaal in. anders zijn. Ja, heb je nog uh, veel contact met uh, ex antwerp spelers of Spelers die er nu nog zitten? Faris, Haroon, dat was een goede maand van ja, die zit er nog altijd. Ik ben onlangs Westerlo gaan kijken op Westerlo tegen Antwerpen en dan zat Haroun daar ook in de tribune en zo. Maar of dat ik die nu ja, wel reageer, niet op Instagram verhalen en zo, zo wel en, en uiteindelijk hoe dat, hoe dat het is. En je komt wel eens iemand tegen, maar het is niet dat we wekelijks contact hebben. Nee, het feit dat uh, Mechelen bekend staat, onze warme trouwe aanhanger, is dat ook mee bepalend geweest voor het feit dat je voor Mechelen uiteindelijk hebt gekozen als alternatief voor de Club van Je Hart? Ja zeker. Als ik, ik heb in mijn ogen de beste keuze gemaakt die ik op dat moment kon maken. Ik kon thuis blijven wonen. Ik kom hier, die, zoals gezegd, dezelfde supporters praktisch hebben. Ja. Antwerp, Michele, dat kan ook. Het is, het is niet dat, dat rivalen zijn echt. Dus nee, ik heb in mijn ogen zeker geen spijt van, van deze keuze. Voor mij was dat ideaal. Ja, dus Antwerpen heeft de redding nog meegeholpen 20 jaar geleden, we hebben het er net over. Ja. Maar dat was ook een van de grote supportersfans of clans eigenlijk die Mechelen ook meegeholpen heeft om respectvol die redding te doen. Dus uh, de, de band tussen Mechelen en uh, uh, Antwerpen is, is gigantisch groot. En ik denk inderdaad ook hetzelfde publiek. Het is jong, het is uh, dynamisch en warm, ja, warm trouw. en trouw. Ja. En natuurlijk, ja, Antwerpen is een topstad, hè. dus inderdaad een slapende reus. En dat is nu wakker geschud door iemand die wel de kapitaal er tegenaan gehoord. Ja, ja. Maar het blijft natuurlijk een, een schittende stad en een schittende voetbalsfeer. Ja. En ik denk dat Mechelen in dat opzicht, ja, ja, twee mooie clubs met een mooie traditie, denk ik. En hoe zou het zijn uh, dat hij hier nu ook al een, een eigenlijke publiekslieveling is? Dat is ook geen toeval, dat... dat Nee, Ligt maar in het is een aard. Ja, maar op het veld presteert hij altijd, vind ik. Uh, hij haalt altijd een zes, hè, zoals ze mooi zeggen in de voetbal tegenwoordig, geloof ik. En soms een zeven en een acht. Daarom nou, vind ik het wel eens jammer dat hij er heel snel afgehaald wordt. Hm. Maar hebben we hebben het er al langer over gehad. Maar het is ook een jongen die tussen het publiek instaat en ook uh, de mensen accepteert. Het is geen, geen vedette, het is geen dikke nek, het is, het is een super. Ja, hm. Zo werkt me kennen, is het een supergast, Hij is in de graafschap uh, op, stap, op stap geweest. Dus ja, doet hij <laughs> zal hem ook kennen, <laughs> Maar uh, nee, nee. Het is, het is, het is ja, een normale jongen gebleven. En ik denk ja. dat de Mechlesspoots dat ook zeer accepteren of zeer, zeer blij mee zijn dat. Zulke gasten ook normaal blijven, ja. want dat zie je wel eens anders tegenwoordig. Ja, en de band met supporters hier is ook iets voor het leven, hè? dat kan jij getuigen? Ja, zonder meer. Hè. Ik kom hier ook nog altijd graag en ik heb ook altijd nog een warme band met de supporters, denk ik. We gaan ook leuke dingen doen, maar uh, als je hier een beetje in een blaadje zit, dan... Uh, ja, Mechelen is ook een hele warme club en ook een hele jonge club en veel publiek en veel uh, gezinnen op de tribune. Ja, maar hoort het ook niet zo te zijn. Uh, mm -hmm. Ik denk dat dat de waarde van het voetbal is: dat het een zeer grote sociale functie heeft. Mm -hmm. Bij sommige clubs wordt dat wel eens vergeten. Maar ik vind voetbal is sportief heel belangrijk, financieel heel belangrijk, maar ook sociaal. Ja, Sophie je kan hier ook even niet stuk, denk ik. Hè. Um, op 10 januari 2021 maak jij twee goals tegen Antwerpen. Jullie winnen dan met 3-0. Uh, hoe was dat? Uh, ja plezant. Allee, dat was, uh, dat was uh, wel jammer zonder publiek dat was in corona maar uh, uh, ja inderdaad we spelen eigenlijk een heel een goeie match wij uh, uh, tegen ik denk al die Beieren van die nog in de goos ja, ja, de klop. tweede had die misschien wel moeten hebben maar, uh, maar nee, dat was, een, dat was een toffe match ja. Ja, uh, je bent 31 nu, maar ondanks de wisselvalligheid van de ploeg dit seizoen moeten we zeggen, ben je eigenlijk qua cijfers aan een heel goed seizoen. Ongeveer je beste. Want je hebt nu al dezelfde cijfers als ik alles gezien heb. 5 goals, 9 assists met de beker bij een 28 wedstrijden. Vorig jaar 6 plus 18, 33. Dat was het beste. Dus, heb je de uh, kilometer ook, de kilometer? Nee, die heb ik niet. Die, die, ik we kijken naar, de, naar die data, naar de cijfers die ertoe doen. Ja. Dus. Ja, ja zelf uh, tof. En, uh, jammer, jammer dat er ik denk, uh, al, al twee goals zijn afgekeurd. Uh, huh? Ja, onterecht. Ja. Ik vond eentje wel, maar uh, dat een gooi zich maar in de weg stond thuis tegen Zotowarga. Te maar in mijn ogen kon de keeper nee. daar uh, nooit, nooit niet meer aan. Maar uh, nee, nee, inderdaad, het is tof. Ik zou, zoals ik zeg, ik ben op die cijfers gaan werken na Bologna, want dat werd me wel uh, verweten eigenlijk daar, dat, dat ik eigenlijk niet, niet zoveel meer aan speel toe kwam. omdat die cijfers er, er niet aanvalde waren. Medeveld. Als aanvallende ja. middenvelder. Als aanvallende middenvelder, inderdaad. En, uh, en sindsdien uh, ben ik mij daar iets meer gaan op gaan focussen. Hm. Had ik eigenlijk al iets langer moeten doen in, in, in mijn carrière misschien, maar, uh, maar ja, ik ben ook een beetje van die, van die ballen te willen gaan halen. Als, als we niet in het spel komen, en dan kom je soms iets te laag. En dan ja. ben je niet waar, uh, op de fase waar, waar, waar je eigenlijk dan zou moeten zijn als aanvallende middenvelder. Maar uh, ik, ben, uh, ik vind het, het plezant om uh, belangrijk te zijn uh, voor de club met Je ziet hoe belangrijk het is om coach te Wat hij zou zeggen. Hè? Of Frank, als je die een paar jaar eerder hebt, dan heeft hij nog een mooie carrière. Dus mm -hmm. het is echt die klik tussen een coach en een speler die het maximaal eruit haalt. Uh, zo nauw is het dat dunne draadje, want ik denk dat er heel veel talent in België rondloopt. Maar het is net de juiste klik, de juiste opleiding, het juiste gevoel mm. met de coach. Dan zie je toch dat een goede coach heel belangrijk is in een elftal. Mm. Nou, hoeveel rek zit er nog op voor jezelf? Uh, heb je uh, als gevoel, oké, okay, je kan nog altijd beter worden. Hè? Kan je nog een stap zetten, een stap hoger? Stap je naar het buitenland? Dat weet ik veel. Gehoopt hoopt er natuurlijk altijd hè, om, om toch nog iets mee te maken of om een stap hoger op te gaan. Maar uh, moest ik nu mijn carrière hier afsluiten, dan zou ik even, even gelukkig zijn. Uh, dus, uh, maar Ik kan er alles aan doen, hè. misschien, je weet nooit. Uh, als alle partijen daar gelukkig van worden, dan, uh, dan kan dat misschien. Maar ik ben ook wel realistisch: ja, ik, ik word 32 jaar. Ik heb nog, ook nog twee jaar contract uh, na dit. Dus uh, dat, uh, dat ik waarschijnlijk uh, hier, hier zal afsluiten. Mijn prijs pakken met Mechelen, dat zou het wel. Uh... En uh, liefst zo snel mogelijk. Je ja, weet weet, <laughs> op de heizel. Goed, vrijdag is zover Dan komt Wouter Franken met, uh, met zijn racing Genk de leider uh, naar Mechelen. Welke herinneringen heb je aan hè? hier? Nou, toch wel goede, toch heel, goeie, heel mooie voetbal gebracht. Uh, uh, ieder jaar, zeg maar, uh, play-off-2 gespeeld, niks, niks uh, bereikt of niks kunnen doen uiteindelijk in de play-offs, maar je, je bent er toch bij. Uh. Dus uh, nee, ik heb, we hebben een heel, uh, heel goed gevoel bij uh, Franken gehad. Is hij degene die je ook die rol heeft gegeven van een soort valse rechtsbuiten met veel vrijheid om naar binnen te komen? Ja, dat is, ja ik heb dat in de jeugd ooit wel eens, wel eens gespeeld en zo, maar hier ben ik dat vast gaan spelen. En hij uh, en houdt ervan om een overload te creëren in het middenveld, om zo aan voetballen te komen. En, uh, en uh, dat is zeker een, een goede manier uh, van voetballen. En ik maar, was er ook wel blij mee. Want hij speelt nu met een heel ander type rechtsbuiten. Hè? Joseph Painsel is een echte rechtsbuiten met een actie buitenom die heel veel snelheid heeft. Uh, ja, maar als je die kwaliteiten hebt natuurlijk, dan, dan, heb, je, dan heb je misschien die overload niet nodig. Uh, ja, die, Penzel, die kan één een op één uh, niet uit wie passeren. Mm -hmm. En dan, uh, dan moet je er niet te veel over nadenken. En ze hebben ook spitsen die dat daarop. Ik zit hem te kunnen accepteren. Hè? Dus een voorzet van de rechterkant. Mm -hmm. er stond er vroeger eentje van twee meten, nu weer één, denk ik. Dus dat is ideaal en dat had je bij mij niet. Hè? Dus hij heeft het maximale uit zijn kern gehaald op dat moment. Nou, gewist direct als hij als de kwaliteit aan de bal kan brengen wat hij ja. hier heeft gedaan. Heeft. Plus uh, dat zij super veel meer kwaliteit daar hebben, van, ja. van achteruit, van, van nou op iedere positie. Dan wist je gewoon dat dat ging goed. komen. Ja, Steven die vertelde me toen ook uh, voor de bench van ja, Wouter die heeft hier iets neergezet. En dat is zo goed. Daar moeten wij op verder bouwen. In welke mate is Steven eigenlijk helemaal inderdaad gaan verder bouwen op wat Wouter heeft neergezet? We zijn terug naar de basics, we gaan terug naar. Uh uh, duidelijkheid, je uh, weet we, uh, we, uh, wat, we, wat we moeten doen. Dat was uh, wat weg onder Danny Buis? Uh, ja, dat was weg. Uh, Danny, die, die wou dan met vijf van achter uh, verdedigend. Allee, als we in de lachblok kwamen, wou hij met vijf komen, dan met vier. Uh, op den duur wist niemand niet meer uh, wie, wie er wel of niet moest gaan uitstappen en zo. En was er heel veel twijfel gekropen in, uh, in de ploeg. Uh -huh. En uh, ik ga ook niet alles uh, slecht maken, want Danny, die kon ook wel heel goed analyseren na de wedstrijd. Uh -huh. En met beelden aantonen van ja, dit en moet je zo doen en dan moet je zo ja, maar op een beeld is dat natuurlijk allemaal gemakkelijker, omdat dan alles stilstaat. Maar uh, uh, nu moesten we terug gewoon normaal doen, uh, een beetje uh, de sfeer van, van Mechelen terugkeren, dat we ons amuseren, dat we ons goed voelen en dat we gewoon uh, iedere match uh, uh, met een goed gevoel op het veld komen. Ja. En dat was uh, onder dan iets minder. Ja, maar resultaten helpen dan natuurlijk hè? om die sfeer. Uh, bedoel, heb je wel. Ja, maar zelfs onder nodig. Frank hebben we periodes gehad dat we in mindere ja? periode en ook wat uh, zwaar uh, Een keer zeven heb uh, zeven zeven, twee denk ik. op handen, op handen Maar als je dan uh, de sfeer er nog wat inhoudt en zo, en je weet dat zo'n dingen kunnen gebeuren. Hm. Uh, en uiteindelijk, ik denk na nou, die zeven-twee dat we tien matchen uh, ongeslagen ah, ja. waren. Ja. Dus uh, ja. uh, de sfeer zat altijd goed en uh, er was nooit geen, geen, geen stress, uh, stressgevoel. Omdat je weet, je speelt goede voetbal of je maakte de kans niet af of je, je, je liet te gemakkelijk scoren. Maar uh, dat je ziet daar wel uh, anders geweest. Maar dat is een logische keuze denk ik. Als, als je inderdaad zegt, als uh, Steven zegt van, ik ga terug naar de basis, omdat er was veel onzekerheid, et cetera, et cetera. en dan ga je terug naar de basis en dan krijg je wat rust in je elftal en dan ga je met elkaar ook weer vertrouwen. Maar ja, dan zit je nog altijd een stukje met kwaliteitsverschil. En ik denk dat een beetje de reden is dat ze dan geen punten pakken. Ja. Want er is een kwaliteitsverschil. Moeten we eerlijk in zijn vergeleken met vorig jaar? natuurlijk. Als je zoals je zegt, ja, noem ik al. Maar als je dan Vini ook hebt. Tuurlijk. Dat doet zoveel. Je kan je rust niet vinden voorin, Terwijl je dat vroeger bij Frankrijk wel vinden. En nu niet. Dus ja, het is een logische keuze van Steven, denk ik. Om die sfeer terug te krijgen en die basis terug te krijgen. Want die was er en die was goed. Maar dan inderdaad, dan moet je net het geluk hebben dat er eentje opstaat die zegt, ik schop het tien in. Of mm -hmm. je moet het geluk hebben dat er eentje opstaat voorin die zegt, van ik hou die bal vast. Ja, ja. Want dan kan je dat, dat laatste stukje kan je ook nog goed afhandelen. Mm -hmm. En dat is een beetje het probleem, denk ik. In welke mate maakt Steven nu tijdens de training of bespreking al allusie op het feit dat het tegen Wouter is? Tegen Genk, maar dat het met Wouter is? Uh... Uh, eigenlijk tot nu toe zijn we ook vooral met onszelf bezig geweest. Uh... Uh, dat, dat, dat is blijkbaar al moeilijk genoeg. <laughs> dus uh, nee, ik denk dat we meer vanaf morgen uh, ons gaan focussen op Genk en op hun zwaktes. En, uh, maar nu zijn we eigenlijk vooral met onszelf bezig geweest. We, iedereen heeft diep gezeten al dit weekend. Allee, iedereen gezegd het ook aan iedereen. Uh, uh, we hebben het echt moeilijk mee gehad. Dat we zeg maar, op de laatste instantie daar nog tweeën gaan verliezen in Eupen. Tegen meer respect voor Eupen, maar zeker geen goede ploeg. Of, of zij, zij speelden niet, uh, niet, niet goed. En als je daar dan nog twee in verliest en zo. Uh, we moesten ons kopjes leegmaken En vanaf morgen denk ik dat we, dat we ons mee gaan, gaan bezighouden. Hebben jullie iets leuk? Zijn jullie iets leuk gaan doen, bijvoorbeeld? Uh, iets teambuilding, weet ik veel. Uh. <laughs> uh, dat kan zijn, hè? Of iets helemaal anders bijvoorbeeld maandag op training om even die hoofden helemaal leeg te maken. Ik persoonlijk ben, ben wel, iets, uh, wel iets gaan doen met een paar maten en zo. Maar ik denk dat er nog meerdere zijn. Een paar maten van de ploeg, bedoel je? Of nee, nee, nee. nee. Ja, wel, uh, iemand van de ploeg ook, maar, uh, maar ook anderen. Mm -hmm. uh, om uh, toch ja, een kopje leeg te maken, om, om toch alles even te vergeten. Uh, Mogen we weten wat? Ja, ik ben aan de Moesbar XXL geweest, uh, in het Sportpaleis. Ja. Het uh, was, was gezellig en zo, maar uiteindelijk kon ik me ook niet volledig opleven en nee. zo. Omdat je toch nog met uh, naar gevoel uh, uit... Uh, je komt daar dan ook wat supporters tegen en zo, en ja. dan is dat kut. Je verliest dan en dan is dat zo direct van, ja, ai, ja. wat heb je te vieren? Ja. Maar dat gaat daar niet over. Wij moeten ook af en toe een kopje eens kunnen leegmaken uh, op een slechte werkdag. Uh -huh. en, uh, en dat heb ik wel gedaan en zo, en uh, nu maandag... Uh, met een goede moed uh, terug, uh, terug mm -hmm. bewonnen. Heb je geen Antwerpen gekeken zondag? Uh, eerste helft. Ja. Uh, ik vond de match redelijk matig. Eerste helft en dan uh, heb ik niet meer gezien. Ja, wat vind je van Antwerpen uh, nu trouwens? Ja, is uh, goed voor hun dat ze nog eens, uh, nog eens konden winnen natuurlijk. Hè. Ze maken de competitie nu ook iets spannender terug. Mm -hmm. Misschien ging nu gewoon, dan, uh, dan had dat wel jammer geweest voor de competitie. Zeg maar nu, nu wordt het terug een beetje spannend. En uh, ja, Antwerpen ja, die hebben gewoon superveel kwaliteit ook uh, uh, en zij hebben wel, zoals gezegd, uh, die die je zegt, die spits die daarvan voorstaat. Die, uh, ja, die, die scoort, ja. Die, allee, wel een uh, beest, hè? Beest, ja, beest, ja, ja, dat, ja. Is, dat ja. is niet normaal. Ja. En dat is, zo, uh, allee, dat is zo welkom, zeg maar. Dat is ook exact wat ze hier wilden halen in de, in de transferperiode, maar dat, dat niet gelukt was. Ja. Uh, en dat is wel iets dat je, waar, allee, dat je mist mm -hmm. hier dan. Waarmits Mechel niet meedoet voor de titel, mag voor jouw part Antwerpen wellicht kampioen worden? Ja, ja, zeker. Die mogen van mij zeker kampioen worden. Ik zal, ik zal daar mee zijn op dat feest. Uh, Antwerpen mag de titel pakken en wij de beker. Dat is goed geregeld. Dat zou, uh, ieder, dat zou je kan hen nu vrijdag al weer een beetje helpen natuurlijk als je wat doet in die wedstrijd tegen Genk ja uh, ik uh, en, en die andere tien waarschijnlijk uh, ja, die andere uh, veertien uh, alleen, alleen, alleen ja, want zijn er waarschijnlijk vijftien die gaan ja. spelen weer hè? of zestien ja. ja, ja. alleen gaat ja. moeilijk worden maar nee zou het stoppen gewoon voor ons zeggen voor ons al dat we dat we iets kunnen halen tegen tegen Gink dus uh, mm -hmm. zou uh, het zou een heel goed moment zijn om dan uh, naar Serein te gaan uh, met, uh, met hier al drie Tot. punten in het ja. pakje. Ja. En uh, in een huis. Hoe moeilijk wordt die wedstrijd vrijdag, Piet? Jij bent er ook. Eh, ja, ik mag er zijn. Ja. Ja, want het is twintig jaar geleden dat er redding geweest is. Dus er ja. zijn wat dingen te doen, geloof ik. Maar uh, ja, het wordt een moeilijke wedstrijd. Kijk, hun zitten met de kopjes toch al diep. Gelukkig hebben we de twaalf man, man die jullie kan ondersteunen. Mm -hmm. Maar de kwaliteit, het verschil wat je zegt van tussen Genk en Mechelen is op dit moment behoorlijk groot. Ook de manier van voetballen, denk ik. Ja, en, en maar een wedstrijd moet altijd goed. gespeeld worden. Ja, ja, nee, natuurlijk. En ik, ik hoop ook op een gelijk spel. Zonder meer. Maar ze hebben net mm -hmm. de pech dat Genk ook zonder heeft. Dus die moeten ook weer die kopjes omhoog zetten. Mm -hmm. ja. Uh, het wordt spannend en ik gun uh, KV Mechelen het beste. Dat ben ik echt. Ja, dat geloof ik best. Maar, uh, wordt een mooie terugkeer van Wouter, ongetwijfeld. Want de, de terugkeer van de keizer hoorde ik al. <laughs> Wel zo wordt hem meer geroepen, natuurlijk. Hè. Hij heeft natuurlijk ook iets heel, heel moois ja. neergezet hier mm -hmm. met, met de bekerwinst, met promotie van, de, van tweede naar de eerste. Uh, die zal hier ook constant, zoals hij, op handen gedragen worden en, uh, en dat is alleen maar mooi voor hem. Ik heb de wedstrijd gezien op Genk, eh, Mechelen-Genk. Dan gaat hij ook naar de supporters toe, de Wouter, en ook ja. naar de supporters. Ja. ja, nee, ja. Dat is ja, mooi. Geweldig. Dat is voetbal. Ja. Jongens, onze tijd zit erop. Zo snel gaat het. Uh, Piet. Heel erg bedankt dat jij er was. Graag gedaan. En we zien ons vrijdag en ja. we zien jou op het veld uh, vrijdag, Sofie. 60 minuten waarschijnlijk. <laughs> <laughs> Misschien door dit interview 63. <laughs> heel erg bedankt en heel veel succes nog. Merci, Dank voor je tijd. Uh, en u ook bedankt uiteraard, kijkers en luisteraars van deze Eleven Insiders. Graag tot een volgende dag.